Ja, tot nog toe is de dag heel goed bevallen. Het is een hele leuke dag om hier te zijn. Omdat we het laatste jaar best een heleboel ontwikkelingen doormaken in de warmtesector. En ik vond het ook heel erg leuk dat het echt ook vandaag over diezelfde ontwikkelingen ging. En het begon natuurlijk met plaatsvervangend directeur-generaal van EZ. En wat ik zo mooi vond is dat hij ook zegt van ja, jullie verwachten van mij nu allerlei antwoorden en een heel perspectief over wat die toekomst wordt. Maar die ga ik jullie niet geven. En vandaag is eigenlijk een dag dat we met elkaar ook proberen te zoeken van hoe we de toekomst voor warmte het beste gaan maken. Dat is een leuke zoektocht. Van warmte maken we een succesvolle pijn in C-Mix door afscheid te gaan nemen van gas. Je kunt in zekere zin zeggen, met zijn 5% is het al een pijlertje. En volgens mij ook redelijk succesvol, omdat waar het toegepast wordt, betekent het een enorme besparing in energie. Maar we moeten met elkaar eraan wennen aan het idee, en steeds meer mensen beginnen eraan te wennen, dat gas eindig is. En er is heel veel gas in de wereld, maar laten we dat heel zuinig gebruiken voor onze industrie of voor het maken van mooie producten. Maar niet om onze woningen mee te verwarmen en alleen maar een beetje lauw water mee te maken. Het lauwe water is beschikbaar, dat komt namelijk uit diezelfde industrie of kunnen we heel goed uit duurzame bronnen halen. En als dat besef begint door te dringen en we gaan er werkelijk toe over om te zeggen, jongens, we gaan niet meer gasnetten vervangen in Nederland. Maar we gaan met gasnetten stoppen als ze einde levensduur zijn. Of stoppen als het ons als samenleving te duur wordt omdat we het allemaal in het buitenland moeten kopen. Dan moeten de alternatieven komen. Nou, dan heb je een aantal alternatieven. En ik denk dat warmte onder die alternatieven een hele aantrekkelijke, een hele economische kan zijn. En eentje die ook heel erg veel beschikbaar is en in de steden van Nederland volop gaat worden toegepast. Ik denk dat er over 10 jaar al wel hele grote stappen gemaakt zijn. Waar we nu nog over allemaal lokale stedelijke netwerken beschikken, zullen er dan een aantal grote clusters zijn ontstaan. Een groot cluster in Zuid-Holland, waar op dat moment de steden als Rotterdam en Den Haag en het Westland grotendeels op warmte zijn aangesloten. De industrie zijn warmte daar al volop op kwijt kan. En zo'n cluster zal er ook ontstaan rondom de metropoolregio Amsterdam, Midden-Brabant, Arnhem-Nijmegen. Maar ik denk dat we op dat moment over 10 jaar nog wel in de opmaat zijn om dat nog groter te maken. En uiteindelijk zal er een warmtecluster van de Randstad ontstaan. En zullen mensen in het westen van Nederland het volstrekt normaal vinden dat hun woning geen gas meer heeft, maar warmte.